Mijn naam is Joris Dik en ik ben Antonie van Leeuwenhoek hoogleraar aan de TU Delft. Ik ben chemicus en kunsthistoricus en ik hou me bezig met het onderzoek van schilderijen. En dan niet zozeer het plaatje van een schilderij, de voorstelling, maar eigenlijk de gelaagdheid van schilderijen. Want onder het oppervlak van schilderijen gaan nogal wat verflagen schuil. En in die verflagen zit veel informatie over de vraag hoe een schilderij is gemaakt. Door wie, waar en wanneer. En als je dus in die gelaagdheid van schilderijen duikt, door nieuwe vormen van röntgenapparatuur te ontwikkelen, dat is wat ik doe, dan heb je heel af en toe het idee dat je over de schouder van de kunstenaar meekijkt. Dat je met schilderij ziet maken en dat je de keuzes begrijpt die de kunstenaar heeft gemaakt. En dat is wat me drijft.